Hi, mijn naam is Gijs, een van de docenten van de Online Video Marketing Academy. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je eenvoudig automatisch gegenereerde YouTube thumbnails van jezelf of eventueel van anderen kunt downloaden en hoe je aangepaste YouTube thumbnails van jezelf of eventueel van anderen kunt downloaden. Als eerste ga je naar Creator Studio. Vervolgens ga je naar Videobeheer. En dan zie je dat deze drie, die zijn automatisch gegenereerd door YouTube. En dit is een aangepaste YouTube thumbnail. Als je wil weten hoe je een aangepaste YouTube thumbnail kunt uploaden, dan verwijs ik je nu rechtsbovenin naar het i'tje. En daar is een video hoe je een aangepaste thumbnail kunt uploaden. Maar deze video gaat over het downloaden van YouTube thumbnails. Nou, stel dat je een YouTube thumbnail wil downloaden. Nou, je gaat naar een betreffende thumbnail. Je klikt op de video, die zet je even stil. En dan ga je naar boven, naar de URL. En dan kopieer je dit stukje. Precies het stuk na het is-teken. Dus die kopiëren we even. En dan heb ik hier een lijst met codes die ik altijd kunt gebruiken voor elke YouTube thumbnail. Deze codes zijn om de automatisch gegenereerde YouTube thumbnails te downloaden. En onderstaande codes zijn om je handmatig of je aangepaste YouTube thumbnail te downloaden. Wat je dan doet, is het stukje van video ID, die vervang je door de ID van de thumbnail of de video die je wilt downloaden. Je copy-paste dit stuk. Je gaat naar YouTube en daar zie je dan de aangepaste YouTube thumbnail die je kunt downloaden. Dan ga je gewoon naar File, Save As of rechtermuisknop. En dan is eigenlijk de YouTube thumbnail gelijk te downloaden. Wat je doet om de automatisch gegenereerde YouTube thumbnails te downloaden, je pakt het stukje van de video ID van YouTube na het is-teken. Dat vervang je door video ID. Je copy-paste hem. En dan zie je gelijk de eerste automatisch gegenereerde YouTube thumbnail van de betreffende video. Als je die gewoon simpel vervangt door een tweetje, zie je direct een andere. En als je hem vervangt door een drietje, zie je de derde automatisch gegenereerde YouTube thumbnail. Wil je nou de aangepaste YouTube thumbnail downloaden, dan gebruik je deze codes. Dan pak je weer de code na het is-teken van de betreffende video. Je vervangt hem hierdoor. Copy-paste. Je gaat naar YouTube. Je vult hem in. Enter en je kunt direct de handmatig of de aangepaste YouTube thumbnail downloaden. Wil je nou meer weten over YouTube? Abonneer je dan nu op dit kanaal. Dat kan heel eenvoudig door even op de rode subscribe button te klikken of laat een comment achter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.